Op 18 en 19 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Net als alle andere jaren zal het Nederlands Debatinstituut ook dit jaar de debatprijs uitreiken aan de politicus die het retorisch gezien het best heeft gedaan. In deze video blikken we vooruit naar de kansen en valkuilen van politicus Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Denk je aan Gert-Jan Segers, dan denk je aan een fatsoenlijk en betrouwbaar man. De leider van de kleinste coalitiepartij voert in debatten niet vaak de boventoon. Toch is zijn inbreng wel degelijk effectief. Vorige week nog bijvoorbeeld, toen hij op behendige wijze het leenstelsel richting de afschaffing wist te duwen. De kansen voor Segers tijdens de algemene politieke beschouwingen zijn dus ook dat hij zorgvuldig zijn moment uitkiest, dan rustig zijn punt maakt, waardoor het ook echt landt. Maar ook dat hij zich opstelt als een positieve en constructieve politicus. Dat zie je bijvoorbeeld ook in dit filmpje van de algemene politieke beschouwingen van vorig jaar, waarin hij duidelijk aangeeft dat de economische vooruitgang van Nederlanders een teamprestatie van de coalitie is. Ook maakt hij zelfs een complimentje aan oppositiepartij Partij voor de Arbeid. De cijfers zien er zelfs nog beter uit dan de eerste voorspellingen van voor de zomer. Het kabinet heeft er nog een schepje bovenop kunnen doen voor de lage inkomens. En dat is goed werk. Huishoudens met maar één inkomen, de zogenaamde eenverdieners, die als geen andere groep de afgelopen jaren hun koopkracht hebben zien dalen, maken nu eindelijk een eerste inhaalslag. En ook dat is goed nieuws. Mevrouw de voorzitter, het economisch herstel heeft vele vaders. Als coalitiepartij en als lid van de voormalige constructieve drie tel ik uiteraard mijn zegeningen. Maar een partij die hier ook met ere genoemd moet worden, is de Partij van de Arbeid. Het is deze partij die 5 jaar lang de verantwoordelijkheid voor het overwinnen van de economische crisis heeft gevoeld en die verantwoordelijkheid ook heeft genomen. Segers collectieve instelling is tegelijkertijd ook een valkuil. Door als politicus uit de schijnwerpers te stappen, kan het zijn dat je punt ook wordt ondergesneeuwd in een lawine van schreeuwende politieke opponenten. Tegelijkertijd kan hij op het moment dat een debat uit de hand dreigt te lopen, zijn balancerende woorden ook weer gebruiken om het tij te keren. We gaan dus zien hoe Gert-Jan Segers het gaat doen. Vond je dit een leuke video en wil je nog meer analyses zien over de algemene politieke beschouwingen? Abonneer je dan hier op ons kanaal. En wie vond jij de beste debater? Laat het achter in de comments.